Zonovergoten Varkenoord is het toneel van de derde oefenwedstrijd in de voorbereiding van Feyenoord. Bezoekers zijn Cercle Brugge, nummer 4 van afgelopen jaar in de Belgische competitie. En dus zou dat betekenen ten opzichte van het duel met Genk dat het een iets zwaardere tegenstander is. Openingsfase van Feyenoord is goed. Heerlijke bal van Stenks. Goed aangenomen door Lopez. Daar is nog Warnason. Paschal voor het inprikken. Weer Warnason. Nou, Milambo dan. Hij profiteert van het twee keer loslaten van Warnason. En zo na 3 minuten voetballen staat Feyenoord al op een 1-0 voorsprong. Heerlijke bal van Kelvin Stenks. En dan weet Warnason hier de Belgen nog voor een achterstand te behoeden. Maar uiteindelijk is het Milambo die hem voor het inschiet heeft. Hoop mensen weer terug. Onder natuurlijk Trauner en Hanschko. Zij kwamen terug van de TK. Daarna is het Cercle Brugge met Denki. Maar goede save van Wellenreuter. Goed zicht op de bal. En houdt daarmee zijn doel schoon. Loki makkelijk voorbij het Tsongui. Die knokt zich nog wel terug. Uiteindelijk kan Wellenreuter makkelijk redden. Kan zo doorgelopen worden door Paschal. Mooi buitenom. En dan Ueda voor het inknikken. Maar weer die dekselse Warnason. Doet Paschal al van score af. Zag daarna dat Milambo scoorde. Nu Ueda de pechvogel. Die de Braziliaan op zijn pad treft. Ja, Ter Kloeze zag dat zijn ploeg best aardig doet. Givairo Reed. Houdt binnen. Knap. En dan, ja, net niet tot bij Ueda. Seruki. Veel ruimte bij Pedersen. In de rust is ingevallen. Goed teruggelegd, Ueda. Dit duurt te lang, dit duurt te lang. En dan, de bal naast. Grote kans voor Ayase Ueda. Van Nusek. Weer terug naar het EK met Kroatië. Nou, met een mazzeltje bij Sauer. Klaarleggen voor Reed. Reed uithalen en weer Warnason. De man die Cercle Brugge op in ieder geval een 1-0 houdt. Priestje zag dat zijn ploeg best wel kansen creëerde. Maar kreeg het niet voor elkaar om een grotere zege voor elkaar te krijgen. Op naar het trainingskamp met wederom een zege.